President Chandrika Prasad Santokhi heeft woensdag tijdens de openbare vergadering in het parlement de leden gevraagd geen politiek te bedrijven met de COVID-19-pandemie. Hij deed dit nadat er over en weer vragen waren gesteld over het COVID-19-fonds en de wijze van besteding van de middelen. Het staatshoofd wees het parlement erop dat er een wet is aangenomen waarin duidelijk is aangegeven welke procedures gevolgd moeten worden om de crisis beheersbaar te maken. U zult mij niet betrappen of het nou voor de verkiezing is of na de verkiezing, voorzitter. Dat ik van COVID een politiek issue ga maken, voorzitter. En dat heb ik voor de verkiezing gezegd. Dat heb ik na de verkiezing gezegd. En ik zal het ook als president zeggen. COVID moet geen ruimte bieden om politiek mee te bedrijven. Voorzitter. Want ik heb wel gemerkt dat er geprobeerd wordt politiek mee te bedrijven. Voorzitter. Als we hier in de zaal documenten wensen te bespreken over financiële cijfers die mogelijk een beeld zouden moeten geven van uitgaven uit het COVID-fonds, dan zou ik de leden willen vragen, gaat u terug naar die wet die u hier heeft goedgekeurd met betrekking tot COVID en kijkt u naar die procedures voor wat betreft COVID-fonds, de uitgaven, de verantwoording, de verslagen die gemaakt moeten worden. De wet schrijft dat voor. Oppositieparlementariër Melvin Bouffa vroeg aan de president of het waar is dat de nieuwe regering wil overgaan tot normalisatie van de economie. Dit zou volgens Bouffa tot meer besmettingen kunnen leiden. President Santokhi benadrukte dat dit niet het geval is. Er wordt hier net een opmerking gemaakt. Namelijk dat deze regering pleit voor normalisatie door het geachte lid Bouffa. Voorzitter, het zou goed zijn om eerlijkheid te betrachten. We hebben juist gezegd dat we met een nieuwe organisatie zijn gekomen om de COVID-19 te gaan beheersen naar alle sectoren toe. En we hebben duidelijk gezegd dat er een managementteam is onder leiding van de vicepresident, ondersteund door 3 ministers van Buitenlandse Zaken, van Regionale Ontwikkeling, van Volksgezondheid en directeur Nationale Veiligheid. En daarnaast, daaronder heb je dan de uitvoeringsstructuur met duidelijk een poot naar gezondheidszorg, waar er stringente maatregelen getroffen worden om die COVID te gaan beheersen, om die besmetting te gaan voorkomen, om die verspreiding te gaan aanpakken. En dat staat onder coördinatie van de minister van Volksgezondheid. President Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens de openbare vergadering in het parlement over de verlenging van de wet uitzonderingstoestand. Hij riep de leden op geen politiek te bedrijven met de COVID-19-pandemie.